Welkom bij Makkelijk Koken met een Twist. Lekker zacht gestoofde aubergine. Snijd de aubergine in de lengte in 2 of 3 platte stukken. Bestrooi ze vervolgens met zout en laat ze even 5 minuten staan. Knipper intussen een klein uitje. Hak een teen knoflook klein. En snij een tomaat niet te fijn. Doe wat olie of boter in een pan. Fruit hierin de ui. Als deze glazig is, voeg je de knoflook toe. En na een minuut de tomaat. Voeg na 2 minuten een eetlepel tomatenpuree toe. Bak dit 15 seconden mee, terwijl je het steeds kleiner verdeelt in de pan. Dan leg je de plakken aubergine er met de snijzijde in. Laat ze een paar minuten meebakken. Daarna keer je ze op de schilzijde. Ook deze keer laat je ze op matig vuur een paar minuten bakken. Voeg daarna een zuinig scheutje water, of beter nog, bouillon toe. En dan laat je de aubergine met het deksel op de pan een minuut of 20 tot 30 zacht worden. Doe dit op een sudderplaatje bovenop een spaarvlammetje. De boterzachte aubergine is heerlijk bij tal van gerechten. Met aardappel of pasta, maar vooral bij exotische couverts met cassave, rijst of warme vis. En dan kun je ook lekker afwisselen met de presentatie, zoals bijvoorbeeld met kleine tomaatjes in plaats van gehakte tomaat. Kijk ook eens op de socials van Makkelijk Koken. Adressen zie je onder in beeld. Dank je voor je aandacht.